Hey, mijn naam is Patrick, ik ben 31 jaar. Ik werk al een tijdje bij ik heb verschillende werkzaamheden gedaan en nu werk ik al een aantal jaar bij de post. Dus vind ik erg leuk om te doen. Het leukste vind ik die vrijheid die je hebt om naar buiten te gaan en gaan en staan waar je wil. En een beetje in je eigen tempo, dat vind ik erg prettig om te doen. En vandaag kunnen jullie een beetje meekijken hoe ik dat doe. Dus wat ik nu ga doen is, ik gooi de post op eerste letter. Je kent wel, we hebben allemaal een postcode in de post en ik gooi ze nu op eerste letter, zeg maar. Even kijken, dus G. Ik werk in 2612, dat is bij de Bomenwijk en de Indische buurt, daar loop ik al een tijd. Zet ik mijn fiets even hier neer. Zo. Gaan we nu een stukje van de Javastraat bezorgen. Ik begin aan het begin van de straat. Dus zoals ik al zei, ik doe dit al een aantal jaar. En deze postronde, zeg maar, dat doe ik gemiddeld een uurtje of twee over of zo. Zo. Nou, dan noem ik 20, dat is aan die kant. Zo. In de zomer dan zeggen mensen natuurlijk tegen je van, ja, je hebt het makkelijk maar in het mooie weer en zo. Maar goed, als het min 2 is, dan loop je ook buiten. En, maar het is op zich wel te doen hoor. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n, ik weet het niet met zekerheid, het is elke dag anders. Ik denk dat ik zo'n 100 poststukken per dienst loop, dan moet ik naar 51. Dus een stuk of 100. Maar dat is elke dag anders. Aan het begin van de week dan hebben we het rustiger. En dinsdag is de drukste dag. En dan wordt het daarna weer wat rustiger. En mensen gaan je herkennen, dat is leuk. Dus ze vinden het leuk als ze je weer zien. En wat ik er toch ook wel een beetje prettig aan vind, is dat je op jezelf bent, zeg maar. Dus ik kan zelf mijn dag een beetje indelen, dat vind ik prettig. Dit was mijn vlog voor vandaag. Ik heb je meegenomen in de wereld van postbode. En ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende vlog van Werkstuk.